Hallo, ik ga vandaag de basisal maken met Rainbow Loom Bands. Zo ziet de basisal eruit. Ik ga hem nu maken in het groen en roze, maar je kan hem ook in andere kleuren doen. Ik heb hem nu zo dat de opening van je loom die kant op wijst. Dus de rechterkant zit de opening. We beginnen aan het begin. Dan doen we één roze. Oh, het schiet eraf. Doen we één roze. Gaan we naar boven doen. Dus zo. De tweede doen we naar onder. De derde doen we weer naar boven. Dus de roze gaat steeds omhoog en de groene gaat steeds naar beneden. Zodat je een soort zigzag krijgt. En dat doe je tot het einde van je loom. Of korter. Want het ligt er maar net aan hoe dun of dik je pols is. Tot hoe ver je het wil maken. Ik doe hem nu even helemaal tot het eind. Zodat dat makkelijk kunt zien kan. Dus je herhaalt steeds de zigzag. Ik heb hem nu helemaal tot het eind gemaakt. En dan gaan we beginnen met haken. Oké, ik zal hem even wat dichterbij doen. Zodat je het beter kan zien. Dus de opening zit aan de rechterkant hier. Dus nu ga ik beginnen. Ik steek mijn haaknaald door de groene. Zo, en pak die roze. Dan haal ik hem buitenlangs eraf. En plaats hem terug op het pinnetje waar hij eerst eigenlijk stond. Zo. En dan ga je met je haaknaald in de roze. Pak de groene buitenlangs eromheen. En plaats hem terug naar het pinnetje. Dan ga je weer in de groene. Pak je de roze. Doe hem er buitenlangs omheen. Plaats je hem terug. Zo. Plaats je hem terug op de roze, zodat je dit doet. En dat ga je herhalen tot het eind van je loom. Dus je steekt je haaknaald in de roze, pak de groene en haakt hem buitenlangs eromheen en plaats hem terug. Ga in de groene, pak de roze, buitenlangs eromheen terug. Dit herhaal je tot het eind. Goed opletten dat het er wel zo uit gaat zien. Zo ongeveer, want nou ja, anders doe je het verkeerd. Ik heb nu alles gehaakt. En nu ga ik hem eraf halen. Maar eerst maak je hem vast met een S of een C-clip. Dit is de C-clip in de vorm van een C'tje. Kan je wel zien, denk ik. Ho. En dit is de S-clip in de vorm van een S'je. Zo. Ik ga hem nu maken. Ik ga hem nu vastmaken aan de S-clip, want ik vind dat zelf makkelijker. Zo. Ik film het even van de zijkant. Dan kan je het beter zien. Je ziet hier twee ringetjes, omdat het het eind is. 1, 2. Pak je één kant van de S-clip. En die doe je de. Allebei de twee ringetjes erop. Zo, nu zit hij zo er eigenlijk omheen. Kijk maar. Hier zit hij. Nou, ik ga hem er nu afhalen. En dat doe ik met mijn haaknaald. Want als je hem er zo aftrekt, dan wordt hij minder mooi. Zo, die haal ik eraf. Die haal ik eraf. Die haal ik eraf. Die. Zo. Zo, aan het eind zie je een hele grote driehoek. En die hou je er ook af.
zo. Dus zit hij helemaal los. Die einde haal je door elkaar met die S-clip erop. Of een C natuurlijk. En die groene die niet gehaakt is. Zo. Die plaats je gewoon op de andere kant van de S. Zo. En dan is je armbandje klaar. Sommigen gaan dit ook nog haken. Maar ik vind dat zelf niet handig. Als je wil weten hoe je die ook nog haakt. Is dat eigenlijk gewoon zo. Maar dan pak je hem hier. En dan stop je hem hierbij op. Dus heb je nu zo. Nou, dan is je armbandje klaar. En...